In tegenstelling tot de pittige laatste training in Rotterdam beperkte de technische staf van Den Bosch de inspanningen gisteren tot een duurloopje. Maar, anders dan Feyenoord, zonderde de nummer 17 van de eerste divisie zich vrijdag al af in het sporthotel in Bossenhoofd. Ook Den Bosch is compleet. Over de laatste voorbereidingen bij de trainers. We hebben een aantal weken hebben we behoorlijk stevig getraind, vooral in conditioneel opzicht. De laatste week hebben we wat gas teruggenomen. Daartussendoor hebben we 3 oefenwedstrijden gespeeld met een gunstig verloop. En ja, dat moet onze voorbereiding zijn. En de laatste dagen? De laatste dagen hebben we ontspannen getraind. We zijn vrijdagavond zijn we naar Bossenhoofd gegaan, naar het sporthotel Bossenhoofd. Hier hebben we een duurloopje gehouden, een bosloop. En daarna zijn we rustig ontspannen naar de wedstrijd toe aan het werken. Ik denk dat eigenlijk na PSV dat het al begint. Omdat je op dat moment weet dat je in de finale staat. En heel langzaam gaat iedereen daar toch een beetje naartoe werken. Maar de voorbereiding echt, die begint nu, zeg maar. We hebben vanochtend getraind en nou, die begint dadelijk als we rustig ons gaan voorbereiden in het trainingskamp. Wat doe je anders voor deze wedstrijd dan voor andere wedstrijden? Nou, we gaan weg nu gewoon. Kijk, dat heeft ook te maken met de drukte natuurlijk. Normaal trainen we ook op de zaterdagochtend. Nou, dat hebben we nu ook gedaan. Alleen, ja, iedereen valt te spelen is altijd lastig in die laatste dagen. Dus we willen gewoon ons rustig voorbereiden wat dat betreft. Kieplitsch is weg. Er wordt niet gevlacht. Hij mag dus doorgaan. Moment. Nou, scoren dan. Nou, zulke kansen moet Feyenoord dan misschien te benutten. Het leek op buitenspel. Maar de grens heeft de vlag er niet en dus ging Kiepits door. En is Van Breukelen weer een goede keeper. Daar waar Tomente kans had. Nieuwe kans bezig. En nu is het wel raak. En hij telt. 1-0 Feyenoord, Henk Vrezer. Ik denk dat we hebben laten zien dat we daar als één team op het veld stonden. Iedereen was bereid om het vuile werk voor elkaar op te knappen. Het klinkt misschien een beetje vreemd, want dat moet je natuurlijk altijd doen. Maar vanaf die tijd is er een team gaan staan, zeg maar, op het veld. We zijn naar elkaar toegegroeid. En vanaf die tijd is het alleen maar is alles positief eigenlijk rondom de club. Oog in oog met Jan van Grinsven staat Graham Arnold. En Van Grinsven pakt hem. Boerenbach. En weer Van Grinsven. Jos van Eck is degene die het oordeel kan vellen. En hij doet dat. 4-1 na strafschoppen voor Den Bosch. Een geweldige sensatie in de Vliert. Dat we dus een goede wedstrijd speelden. Dat we met 2-0 voorkwamen. En dat we in die wedstrijd zelf de laatste 10 minuten nog afgeven. En dat het 2-2 wordt. En dat we dan nog een verlenging met hangen en wurgen doorkomen. Omdat toen iedereen de pijp leeg had bij ons. En de verschillende al gespreid over het veld lagen in die verlenging, kan ik me herinneren. En toen nog op 2-2 kunnen houden. En toen via strafschoppen zijn we in de finale plaats hebben die bereikt. Tegenstander in de finale heet Den Bosch. Wat weet je van die tegenstander? Ja, eerste divisie speelt en tot de Gier topscorer scoorde met 20 of 25 doelpunten. Dus voor de rest... Ja, we zijn gewaarschuwd. Wij spelen eerste divisie en Sparta was een eredivisieploeg. En Vitesse 1 was een eredivisieploeg. En Roda was een eredivisieploeg. En zo is Feyenoord ook een eredivisieploeg. En in het betaald voetbal gelden gewoon regels. En zeker in de bekerrondes. Dat niemand van niemand kan winnen of verliezen. Wijze woorden. Terug bij het ontspannen Den Bosch. Tijd voor een quiz. Orange. Wie was de winnaar van de KNVB-beker in 1991? Was de eerste keer dat een eerste divisie club voor een bekerfinale? Het was een eerste divisie club. Dat kan de Sparta nooit geweest zijn, joh. Dat is de eerste divisie club. Dat was nu een kasteel. Dan moet het BVV de Bos zijn. Ja, dan gokken we daar maar op. BVV, jawel. In de Kuip brengen de spelers reeds de feestelijke kleding naar de wedstrijdkleedkamer. Behalve Ruud Heus, van wie de schoenen, en Ulrich van Gobbel, van wie alles door ploeggenoten is verstopt. Wat is in de hand nu? Ik heb mijn schoenen kwijt. Dus een geitje aan het doen. Voor mij is er nog een shirtje. Ik heb echt niet een shirtje. Dan moet je even de voorzijde over dat shirt. Hey, Rolf, kom op met mijn spullen, man.
Hé, wat zijn mijn spullen? Nee, jongens, dit kan ik eigenlijk wel. Hé, wat zijn mijn spullen? Je weet het wel. Nee, echt niet. Ja, geweldig, maar je weet het toch wel. Nee, het is moeilijk te zeggen wie de beker wint. Ik ben geen waarzegger wat dat betreft. Wij zullen ons 100% ons best doen om die beker te winnen. Wij zijn favoriet en dat is op zich al heel moeilijk natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat hij meer dan 100% mag geven om zo tegen Den Bosch die beker te winnen. Zo'n bekerwedstrijd, dat is altijd iets aparts. En we hebben het van de week ook in Oostenrijk gezien waar Stokken nou ook Rapid Wien uitschakelt. Een beker, dat is niet normaal. Dat is gewoon een aparte wedstrijd. Die staat overal buiten. En dan moet je gewoon zorgen dat je 100% geconcentreerd bent. We hebben niks te verliezen. Feyenoord die moet een totaal seizoen goed maken. En zal toch onder een grotere druk spelen als Den Bosch. Nogmaals, wij hebben niks te verliezen en daar ga ik vanuit dat wij de beste kans maken op de beker. Wat betekent zo'n bekerfinale voor de buurt in Den Bosch? Mijn buurt in Den Bosch? Ja. Nou, in mijn buurt merk ik eigenlijk niet zoveel van. Ik denk dat het hier in Rotterdam meer leeft als bij mij in de buurt. Hoe komt dat? Weet ik niet. Je zou zeggen dat het andersom zou zijn, maar het leeft hier gewoon. En heb je ook al last van Bosse supporters gehad? Die zei Arnold, kom aan, Nee hoor. Ja, dat zal af en toe wel eens geopperd zijn of zo, maar ik heb er geen last van. Wat heeft Den Bosch in Europa te zoeken volgend jaar? Nou ja, ten eerste, ze hebben het natuurlijk zelf afgedwongen als ze Europa ingaan. Maar ja, wat ze te zoeken hebben, dat is natuurlijk niet veel natuurlijk als eerste divisieploeg zijn. Maar er is niks aan te doen, dus we zullen er het beste van maken, als het zo zou zijn. Bults, ja. Vrees je die een beetje? Nee, ik vrees hem niet, maar ik weet wel dat het, ja, hij kan er veel ingaan en ik heb de training ook meegemaakt en zo. Ja, dat waren hele leuke duels. En Reggie, dat is een hele leuke voetballer. Maar het is ook, net wat ik zei, een kwetsbare voetballer. Dus als hij voelt dat hij behoorlijke weerstand heeft, dan wil hij zich nog wel eens aan het duel onttrekken. En dat kan hij morgen van mij natuurlijk verwachten. Nou, ik denk dat ik hem ruim zou moeten passeren. Dat hij niet eens de kans krijgt om hem te schoppen. Maar hij is ook nog wel een beetje snel. En ik zie het wel misschien. Hij raakt op leeftijd, dat wel, hè? Ja, precies. En misschien heeft hij zijn dag niet. Op de trainer kon hij vrij hoog springen. Nee, op de training hield hij zich wel een beetje in, hoor. Maar in de wedstrijd heb ik wel anderen de lucht in zien gaan. Dat wel. Ja, dat duidelijk wel. Maar het is natuurlijk niet zo dat we er een complete veldslag van maken. Want dat is, dat hoort niet. Hey! Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor Rotterdam en voor Feyenoord om de beker te pakken. Ten eerste heb je Europees voetbal. Ja, in dit stadion hoort gewoon elk jaar Europees voetbal te spelen. En ten tweede is de feest op het stadhuis. Om 6 uur worden we dan verwacht door Pepe. En dan is er een feest. En dan, dan zal het wel tot in de kleine uurtjes duren. Ik denk dat het een behoorlijk feest wordt, ja. Ik hoorde iets van de Brabanthallen en dat afgehuurd is, nou, dan gaan we maar van mij uit dat er vanuit alle hoeken mensen komen en dat het echt een happening wordt. In Bossenhoofd trekken de spelers zich terug op de kamer voor de verplichte rust. De stemming zit er nu al in.